Vorig jaar hebben we een pensioenakkoord afgesloten. Hoe zat het ook alweer? Voorafgaand aan het pensioenakkoord hebben we eerst lang campagne gevoerd. We hebben 2 keer het hele land plat gegooid. Voor 3 belangrijke eisen. We wilden dat iedereen een goed pensioen kon opbouwen. Dat mensen ook op tijd konden stoppen met werken. En we wilden dat iedereen ook een goed pensioen kon opbouwen. Dat wil zeggen een koopkrachtig pensioen. Een pensioen dat meestijgt met de prijzen. Vorig jaar hebben we over die 3 onderwerpen afspraken gemaakt. We hebben afspraken gemaakt hoe zelfstandigen gemakkelijker toegang krijgen tot het pensioensysteem. En we hebben afspraken gemaakt dat de witte vlek, dat zijn werknemers die geen pensioen opbouwen, moet worden teruggebracht. Dat hebben we het afgelopen jaar uitgewerkt. We hebben ook afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, die 2 jaar zou worden bevroren en vervolgens minder snel gaat stijgen. Daarover liggen wetsvoorstellen klaar. En we hebben afspraken gemaakt dat mensen met zwaar werk van hun werkgever een uitkering kunnen krijgen waarbij de boete op eerder stoppen is vervallen, zodat we makkelijker afspraken kunnen maken in de CAO over eerder stoppen met werken. Daarover zijn in de eerste CAO's gelukkig al goede afspraken gemaakt. Het wetsvoorstel om die boete te schrappen ligt ook klaar. En we hebben afspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract en aanpassingen van het stelsel, waardoor de pensioenen meer mee gaan bewegen met de echte vermogensontwikkeling van de pensioenfondsen en minder afhankelijk is van de risicovrije rente. Dat betekent dat de pensioenen weer gemakkelijker kunnen worden geïndexeerd en dus mee kunnen stijgen met de prijzen. Ook daar hebben we afspraken over gemaakt, maar daar moest nog veel aan worden uitgewerkt. In de volgende filmpjes ga ik uitleggen wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om ook die afspraken verder uit te werken. Wat zijn de doelen die we vorig jaar hebben afgesproken waaraan we de uitwerking van het pensioencontract zouden gaan toetsen? Vorig jaar hebben we in het pensioenakkoord afgesproken dat een aantal heldere doelen en randvoorwaarden moet worden gehaald voordat we groen licht kunnen geven om het hele pakket uiteindelijk naar de Tweede Kamer te laten sturen. Die doelen waren: het nieuwe pensioencontract moet eerder zicht geven op indexatie, want we willen immers een koopkrachtig pensioen. Tegelijkertijd moet ook de ambitie die we nu met elkaar hebben afgesproken om te kunnen behalen, dat betekent 80% middenloon op te bouwen in 42 jaar werken, die ambitie moet ook haalbaar blijven. Ook daar hebben we aan getoetst. En we hebben ook afgesproken dat het pensioen een arbeidsvoorwaarde moet blijven. Dat betekent dat de feitelijke ambitie blijft worden bepaald op de CAO-tafels. Daar bespreken we af wat de hoogte van de premie is en de hoogte van het pensioen wat we willen kunnen bereiken. En we hebben afgesproken dat we akkoord zijn met het afschaffen van de doorsnijsystematiek, want dan kunnen we voor dezelfde premie meer pensioen opbouwen, maar alleen op voorwaarde dat we kunnen aantonen dat iedereen die daar hinder van ondervindt, die daar last van heeft, die daar door benadeeld zou worden, daar adequaat voor gecompenseerd wordt. Wat is de kern van het nieuwe pensioencontract zoals we dat het afgelopen jaar hebben uitgewerkt? Het nieuwe pensioencontract is collectief en solidair. Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde, dus we spreken op de CAO-tafel af wat onze pensioenambitie is en hoeveel premie daarvoor nodig is. Die premie die gaat voor iedereen in een persoonlijk gereserveerd vermogen wat een verwacht pensioen voor die persoon oplevert. De pensioenfondsen blijven al die premies collectief beleggen. Dat zal het ene jaar beter gaan dan het andere jaar. Dat maakt het ene jaar heel veel rendement en het andere jaar, bijvoorbeeld als er een grote crisis is, heeft het pensioenfonds pijn te verdelen. En het pensioencontract werkt zo dat we de grote pieken en dalen met elkaar opvangen. Dat we allemaal, collectief en solidair, die klappen opvangen op een zodanige wijze dat het verwacht pensioen voor iedereen op dezelfde wijze wordt geraakt. Daarnaast hebben we nog een solidariteitsreserve, waarbij we in goede jaren, als er veel overrendement wordt gemaakt, de solidariteitsreserve kan worden gevuld. En in slechte jaren, vanuit die solidariteitsreserve, kan worden uitgekeerd om pechgeneraties te voorkomen. Zo kan iedereen ook in de toekomst op een goed en koopkrachtig pensioen rekenen. De solidariteitsreserve, hoe werkt die precies? Ook dat is een afspraak tussen sociale partners, dus werkgevers en werknemers, die spreken aan de CAO-tafel af wat de regels zijn, hoe de solidariteitsreserve wordt gevuld en hoe er mag worden uitgedeeld vanuit de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve kan bijvoorbeeld benut worden om in slechte tijden wat meer te geven, zodat de pensioenen stabiel blijven. Of de solidariteitsreserve kan benut worden om generaties die een wat lager verwacht pensioen hebben dan andere generaties wat extra te geven, zodat de uitkomsten van de pensioenen voor iedereen weer gelijk worden getrokken. Het vullen van de solidariteitsreserve gaat vanuit de premie of vanuit het overrendement. Maximaal 10% van de premie kan in de solidariteitsreserve vloeien, als de sociale partners dat afspreken. Gemiddeld krijg je dat natuurlijk ook weer terug. Alleen de mensen die pech hadden, krijg je misschien iets meer terug. En als jij tot een generatie hoort die veel geluk had, krijg je iets minder terug. Dat vinden wij solidariteit. Het nieuwe pensioencontract
hoeft niet langer te rekenen met een rekenrente. Maar er komt wel een projectierendement voor in de plaats. Dat projectierendement is nodig om te bepalen of er genoeg premie in gaat om later een goed pensioen te kunnen halen. Een projectierendement wordt vastgesteld op basis van de werkelijke rendementen die pensioenfondsen in de toekomst verwachten te maken. Dus zij kijken naar hoeveel aandelen hebben wij waarin we hebben belegd en hoeveel rendement kunnen we daarop verwachten. De sociale partners die bepalen hoe voorzichtig daarmee moet worden gerekend, zodat ze zich niet te rijk rekenen voor later. Dus de werkelijke rendementen gaan meespelen in het projectierendement en niet alleen maar de rente, de risicovrije rente, waar pensioenfondsen nu mee moeten rekenen. Waarom zijn er verschillende projectierendementen mogelijk voor de opbouw- en de uitkeringsfase en leidt dat dan niet tot een slechter pensioen? In de opbouwfase hebben we een projectierendement om een verwacht pensioen aan te geven, zodat je premie ook in lijn is met het verwachte pensioen, zodat je voldoende opbouwt om een koopkrachtig pensioen te kunnen uitkeren tegen de tijd dat je met pensioen kan. Tijdens de uitkeringsfase wil je meer zekerheid inbouwen, zodat je niet te vaak geconfronteerd wordt met toch verlagingen omdat de resultaten van het pensioenfonds tegenvallen. Dus die kun je nog iets voorzichtiger vaststellen dan tijdens de opbouwfase. Maar omdat je daar bij het opbouwen wel al rekening mee houdt, leidt dat niet tot een minder koopkrachtig pensioen. Het leidt er juist toe dat je met meer zekerheid het pensioenresultaat dat je ook verwacht had, kunt behalen. Hoe zit het nou met het afschaffen van de doorsneesystematiek? Vorig jaar hebben we afgesproken dat iedereen een leeftijdsonafhankelijke premie gaat betalen, in alle regelingen. En dat iedereen die daar nadeel van ondervindt, gecompenseerd moet worden. Op die voorwaarden zijn we akkoord gegaan met het afschaffen van de doorsneesystematiek, want uiteindelijk levert dat voor dezelfde premie een beter pensioen op. Maar in de tussenliggende periode zouden mensen daar last van kunnen ondervinden. Dat moet gelden voor alle regelingen en alle contracten die we hebben. Bij het overstappen op het nieuwe contract, dat geldt voor verreweg de meeste mensen die nu in een uitkeringsregeling zitten bij een pensioenfonds, blijkt dat uit de doorrekeningen het verwacht pensioen van mensen erop vooruit gaat. Ook van werkenden van 35, 45 of 55 jaar. Dus daar hebben we de compensatie van de doorsneesystematiek goed kunnen regelen. Dat blijkt niet alleen uit doorrekeningen door het Centraal Planbureau, maar ook uit doorrekeningen van 13 pensioenfondsen die al die berekeningen hebben gecontroleerd voor hun eigen pensioenfonds. Waarom stappen we voor een beperkte groep mensen met een verzekerde regeling of een beschikbare premieregeling niet over op het nieuwe systeem en voor al die andere werknemers wel? Omdat die beperkte groep mensen een individuele regeling heeft. Die kunnen niet zelf hun eigen compensatie betalen, want dan zouden ze er zelf bij inschieten. Vanuit een collectieve regeling kunnen we wel zorgen dat iedereen gecompenseerd wordt en iedereen dus ook kan profiteren van het overstappen op een nieuw systeem dat naar verwachting een hoger pensioen voor alle generaties oplevert. Wat hebben we afgesproken over de AOW-leeftijd en eerder stoppen voor mensen met zwaar werk? We hebben vorig jaar afspraken gemaakt rondom de korte termijn AOW-leeftijd. Die moet 2 jaar worden bevroren en die gaat daarna langzamer omhoog. Zodat als we daadwerkelijk ouder worden, we niet alleen maar langer hoeven te werken, maar ook langer van ons pensioen mogen genieten. Het wetsvoorstel voor zo'n nieuwe koppeling ligt klaar om naar de Kamer te worden gestuurd. Daarnaast hebben we ook afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken voor mensen die het nu al niet volhouden. Mensen die jong begonnen zijn met werk of mensen die zwaar werk doen. Er is een afspraak gemaakt voor een onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren. Dat onderzoek wordt eind dit jaar afgerond en dat moet door een nieuw kabinet worden besloten hoe daarmee om te gaan. Daarvoor gaan we natuurlijk lobbyen bij de verschillende politieke partijen en zorgen dat er bij de coalitieonderhandelingen van een nieuwe regering een goed plan op tafel komt. Totdat we die lange termijn oplossing hebben gerealiseerd, dat je na 45 jaar recht hebt op een AOW, hebben we een korte termijn tijdelijk pakket afgesproken. En dat betekent dat werkgevers in staat worden gesteld om de AOW te betalen 3 jaar voor de AOW-leeftijd, netto. En dat betekent een bruto bedrag van 21.000, dat ze 3 jaar lang mogen uitkeren. Zonder boete op eerder stoppen. En die boete op eerder stoppen, de RPU-heffing, die moet dus uit de wet worden geschreven. Ook daarvoor ligt een wetsvoorstel klaar om naar de Kamer te worden gestuurd. Een heel aantal cao's waarin we veel zwaar werk tegenkomen, zijn al afspraken gemaakt over zo'n vroegpensioenregeling, die nu weer mogelijk wordt gemaakt. En we hebben een subsidiepot afgesproken, vorig jaar van 800 miljoen, maar tijdens de uitwerking bleek dat er nog wat meer geld nodig was. Het is nu 1 miljard geworden. En 750 miljoen daarvan is voor dat tijdelijke pakket om knelpunten voor die eerder stoppen met werkenregelingen op te lossen. En dat is met name voor werkgevers,
vooral voor kleine werkgevers die dat niet allemaal zelf kunnen betalen, in sectoren waar veel zwaar werk plaatsvindt. Dus bijvoorbeeld in de sector vervoer, in de sector havens, in de industrie, in de metaal, maar ook in de zorg. En in een aantal van die CO's liggen de afspraken al klaar en die wachten alleen maar op de invoering van die nieuwe wetgeving die de boete moet schrappen. Deze wetten, deze wetsvoorstellen, die gaan pas naar de Kamer op het moment dat wij groen licht hebben gegeven aan het hele pakket. Wat hebben we afgesproken om te zorgen dat iedereen een pensioen kan opbouwen? We hadden het liefst een pensioenplicht gehad, ook voor alle zelfstandigen. Dat is vorig jaar niet afgesproken. Wel is er een afspraak gemaakt over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van de regering daarvoor een advies ingediend. En als wij groen licht geven tegen het hele pakket, zal de minister ook dat advies overnemen. En komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. We hebben wel afgesproken over pensioen voor zelfstandigen dat het gemakkelijker wordt voor ZZP'ers om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Een aantal pensioenfondsen wil daarmee al gaan experimenteren. En ook dat wordt na een wetswijziging wordt dat mogelijk gemaakt. Daarnaast komt er een advies over welke van deze experimenten dan uiteindelijk voor alle fondsen moet gaan gelden. En hoe we voor alle zelfstandigen kunnen zorgen dat zij gemakkelijker pensioen in de tweede pijler kunnen opbouwen. We hebben ook afspraken gemaakt over het bestrijden van de witte vlek. De witte vlek, dat zijn werknemers die ondanks dat ze wel een contract hebben en dat ze een loon krijgen en een CO hebben zelfs, toch geen pensioen opbouwen. In deze witte vlek zitten vooral veel uitzendkrachten. Omdat uitzendbureaus nu nog een wettelijke uitzondering hebben, dat ze de eerste 6 maanden van het contract geen pensioen hoeven op te bouwen voor hun werknemers. Wij willen dat deze uitzondering verdwijnt. Wij willen dat iedereen vanaf dag 1 pensioen gaat opbouwen. Het advies van de Stichting van de Arbeid over het bestrijden van de witte vlek, inclusief het aanpakken van deze wachttijd voor uitzendbureaus, ligt ook klaar. En de minister zal dat overnemen op het moment dat wij groen licht geven voor het hele pakket. Wat is het voordeel voor jullie gepensioneerden? Voor jullie is vooral van belang dat jullie zicht hebben op een nieuw pensioencontract wat veel eerder mee kan stijgen met de prijzen. Dat veel eerder zicht biedt op indexatie, waardoor jullie pensioen niet elk jaar koopkracht hoeft in te leveren. Dat is het grootste belang voor jullie. Wat is voor jullie werkenden nou het belang van het nieuwe pensioenakkoord? Voor jullie is van belang dat jullie eerder mogen stoppen met werken. Dat jullie minder lang door hoeven omdat de AOW-leeftijd minder snel opschuift. En dat als jullie onder een CAO vallen waarin jullie afspraken maken over eerder stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat jullie zwaar werk hebben, dat jullie dan eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd en dan een goed pensioen hebben. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat ook jullie pensioen naar verwachting beter is dan het huidige pensioen. Dat ook jullie eerder een koopkrachtig pensioen hebben dat meestijgt met de prijs. Wat is voor jullie, jongeren, nou het belang van dit pensioenakkoord? Ten eerste gaan meer van jullie pensioen opbouwen. Omdat we de witte vlek gaan aanpakken, omdat we de wachttijd bij de uitzendsector gaan aanpakken. Daarnaast mogen jullie veel eerder stoppen met werken, want de AOW-leeftijd die wordt op een andere manier gekoppeld aan de levensverwachting. En als we met z'n allen in de toekomst ouder worden, en dat is wel de verwachting, mogen jullie ook langer van jullie pensioen genieten. En ten derde hebben jullie natuurlijk ook allemaal zicht op een nieuw pensioencontract, wat uitzicht biedt op een goed pensioen, een koopkrachtig pensioen dat eerder meestijgt met de prijzen, eerder geïndexeerd kan worden. En waarbij de afschaffing van de doorsneesystematiek ertoe leidt dat jullie premie veel meer direct voor jullie eigen pensioenopbouw gaat tellen. Ik hoop dat ik met deze filmpjes jullie uitleg heb kunnen geven over wat we vorig jaar in het pensioenakkoord hebben afgesproken. En hoe we dat het afgelopen jaar hebben uitgewerkt. En vooral ook wat de voordelen daarvan zijn. Laat je niet misleiden door al die spookverhalen die er ook rondgaan over het pensioenakkoord en over de uitwerking. Er wordt heel veel onzin verteld. Vooral op social media. Dat heb je over alle onderwerpen, maar realiseer je dan dat de FNV de grootste belangenbehartiger is van werkende en gepensioneerde Nederlanders. Wij zijn dé partij als het gaat om het afspreken van een goed pensioen als arbeidsvoorwaarde. Ons aanvullend pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde. Dus het is belangrijk dat we sterk staan. Alleen daar waar we sterk staan, kunnen wij de beste pensioenregelingen realiseren. Hoe sterker wij staan, hoe beter uw pensioen. Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. Dus daarom allemaal lid worden en maak ook je collega's lid.